Ik weet wel zeker dat Alex Pastoor heel blij is met de tweede overwinning op rij, de eerste thuisoverwinning. Wat kan er op zo'n avond nog beter dan? Nou, ik denk dat we in staat zijn geweest om de wedstrijd wat eerder te beslissen. Dat is een kritische kanttekening. En de vraag is natuurlijk of je die nu al moet plaatsen, maar analytisch gezien wel. Maar qua moment kunnen we daar beter even mee wachten. Is de analyse die jouw collega Henk Vreese net had, we hebben verloren vandaag op intensiteit, op felheid, dan wel een juiste conclusie zo snel na die wedstrijd? Ja, dat zit er natuurlijk als fundament heel stevig onder. Waarbij we niet moeten vergeten dat de kansen en mogelijkheden of tegenwoordig geloof ik beloftevolle situaties, die waren natuurlijk aan onze kant. Maar dat kwam wel omdat we het gras opvreten. En omdat je aan het begin van de tweede helft al een tactische omzetting doet. Die kenden we al van vorige week natuurlijk, met Van Brugge die eruit werd gehaald. Waarom deed je dat nu al aan het begin van de tweede helft? Ja, wat je zag is dat we op ons best waren in deze wedstrijd als we op hun helft speelden. Zowel in verdedigend opzicht als in aanvallend opzicht. En gaandeweg de eerste helft verdween dat overwicht een klein beetje. Doordat we zelf te ver uit elkaar gingen en zij erg veel van kant naar kant voetbalden bij de backs. Dus het was niet zozeer dat dat meteen kansen tegen opleverde. Maar ik denk als je te lang in zo'n situatie blijft, dan zou dat wel kunnen gaan gebeuren. Dus vandaar een wat meer aanvallende wissel. En het feit dat je dan de aanvoerder, Damien, eraf haalt voor de tweede keer, is dat dan iets wat je nog met hem persoonlijk even moet bespreken om hem daarin gerust te stellen dat dat een tactische keuze is en dat hij daar dan even, ja, noem het maar, het slachtoffer van is? Ja, kijk, dat hoort erbij. Die uitleg hoort er sowieso bij. Of je dat dan meteen doet of niet. Maar dat heb ik wel meteen bijgezet. Want uiteindelijk waren we er wel over uit dat er een centrale verdediger af moest en niet op een andere plek eentje. Dus dat hoort er zeker bij. En een extra reden is misschien wel dat hij zelf ook hartstikke goed speelde. Maar goed, uiteindelijk, we zitten hier niet om zoete broodjes te bakken. We staan hier om de beslissingen te nemen die het team mogelijk nog beter laten functioneren. Dus dit hoort erbij. Robinet is de KPN Man of the Match geworden. Die Fransmannen bij jou die beginnen als een tierenlier te draaien. Eigenlijk ook op het moment dat wij erachter komen dat Alex Pastoor Frans aan het leren is. Dat gaat natuurlijk ook met rassenschreden vooruit. Ja, ik twijfel nog even of het mannelijk of vrouwelijk is, maar volgens mij is het Le Tirelier. Hij scoort als een tirelier nu ook. Dat is ook mooi. Is er iets waar jij aan merkt dat dat anders draait dan in het begin? Want we hebben Robinet ook in die eerste wedstrijd bijvoorbeeld gezien. Daar zie je hem eigenlijk bijna niet. Dat verschil, dat contrast is groot, toch? Nou, dat valt best wel mee. Maar dat komt natuurlijk omdat we dagelijks met elkaar werken. En wij bij al die wedstrijden intensief aanwezig waren in het beoordelen en lezen van het spel. En je ziet dat we in feite hetzelfde doen. Maar het gaat steeds een stukje beter. Het wordt steeds een stukje degelijker. En je moet natuurlijk ook zeggen dat de jongens die helemaal aan het einde van de transferwindow zijn gekomen, die raken natuurlijk ook al fitter. Niet alleen in fysiek opzicht, maar ook in tactisch opzicht. Hè. Dus veel beter begrijpen wat nou precies de bedoeling is, wat het gameplan is. Maar ze leren hun medespelers natuurlijk ook kennen. Hè. Welke sterke kanten, wie moet je aan welke kant aanspelen. Reageert iemand meteen als je een bal doorkopt of klaarlegt. Ja, dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat het natuurlijk steeds meer een geoliede machine lijkt te worden. Volgens mij wat je aan het begin zei, weet je, het per se iets willen. Ja, laten zien wat je waard bent, maar ook echt je zinnen zetten op iets. Ja, dat is wel een heel sterk fundament. Eén ding dat je dan, vind ik, overslaat, dat is ook misschien wel de bescheidenheid die je ziet. Het feit dat je hem naar de teampositie, de valse teampositie brengt. En dat hij nu twee wedstrijden op rij scoort. Dat is makkelijke scorebordjournalistiek. Maar het feit dat hij dat nu wel doet, je hebt iets in hem gezien dat hij nu dus ook laat zien. Ja, dat zei ik vorige week al. Kijk, we hebben aan de voorkant heel veel spelers. We kunnen dus qua namen, maar ook qua veldbezetting, kunnen we hartstikke variabel zijn. En wat hij enorm heeft, is echt mega betrouwbaar. Dus als je vraagt, voer dit en dat uit, dan doet hij dat tot 5, 6 cijfers achter de komma. En zozeer zelfs dat hij in de eerste helft helemaal op zijn eigen 16 stond te verdedigen. Ja, als ik het voor het kiezen heb, dan
hou ik hem liever verder wat hoger op het veld. Maar ja, dit zijn dingen die horen bij zijn betrouwbaarheid. En dat is, ja, als iedereen zo betrouwbaar is, dan wordt de machine al geoliede, zou ik gaan zeggen. Ik ga me nu op glad ijs begeven, maar félicitations. Peut-être un petit bière? Bien sûr, geen peut-être. Merci beaucoup. Dankjewel, Lex.